allemaal, mijn moeder heeft weer eens iets super, super cools gevonden op Facebook. Namelijk deze super gave ballenmachine. Kom hier. Ja, dan komt hij aanlopen. Hij staat op een karretje, want ik heb niks hogers om op te zetten. Kijk hoe freaking cool. Hier moet je serieus 50 cent in gooien en dan komt er een bal uit. Ik wil hem nog helemaal gaan versieren en pimpen en alles, maar dat doe ik in een andere video. Want ik dacht, hoe cool zou het zijn als ik de ballenmachine mijn tekening laat bepalen. Het lijkt alsof er heel weinig ballen in zitten, maar het zijn er echt een stuk of 50. En al deze ballen bevatten een briefje waarop een suggestie staat van één woord. En die woorden heb ik aan jullie gevraagd op mijn Instagram stories. Jullie hebben de ballen gevuld en nu zal de machine bepalen welke ballen er in mijn tekening komen. Op elk briefje staat dus één woord en dat ene woord zal ik dan moeten verwerken in mijn tekening. En dat kan iets zijn als een kleur, een vibe, een object, een persoon, een textuur, noem het maar op. Ik ben een beetje nerveus omdat er echt van die hele random dingen in zitten. Het is niet per se dat ik niet weet of ik ze kan tekenen, maar het is eerder, het kan dat er echt een onmogelijke combinatie uitkomt en dat ik daar dan vervolgens iets moet maken in één tekening. Ik heb ze van tevoren ook nog lekker door elkaar gehusseld, want ik zou nog mijn favoriete ballen onderin kunnen doen of zo, maar nee, ik heb het echt. Dus het is echt random. En ik ben een beetje bang. Ik denk dat ik 3 ballen nu eruit ga halen en dan ga tekenen. En dan halverwege de tekening nog 3 ballen erbij moet pakken. En dan kijken of ik die erin kan verwerken. Even de lens schoonmaken. Hallo? Oké. Okay. Ik heb al het geld eruit gehaald. Maar haha, ik ben rijk. 50 cent. Wacht, kijk eventjes hoe mooi die is. Kijk dan. Wow. Ja. Ja, ik vind het nog steeds heel cool. De eerste bal die ik eruit ga trekken. Wow. Oké, even kijken wat erin zit. Dat is een rode bal. Happy! Alright, de volgende. Geld! Ik word gewoon rijk van mezelf. Woe! Dit is leuk. Een oranje. Jullie mogen hem lezen voor me. Het staat in spiegelbeeld. Ik kan het niet lezen. Pleisters. Oh, dat is cute. Oké, happy en pleisters. Oké, dit is de derde. En hierna ga ik tekenen. Oh, een blauwe. Ik heb al deze briefjes zelf geschreven trouwens. Excuseer mijn handschrift. Wat staat er? Romantiek. Oh, oké. Happy, pleisters, romantiek. Dat matcht. Oh mijn god. Yes! Ik ga weer eens tekenen op mijn iPad. En het concept dat ik heb bedacht is een skaterkoppeltje. Want, you know, als je skate val je veel en dan moet je dus veel pleisters op. En dan dacht ik, een rolschaatser en een skateboarder bij elkaar. En dan geef ik ze een exact tegenovergestelde aesthetic van elkaar. Alleen, hoe zet ik dit op papier? Of een scherm in dit geval, maar oké. We beginnen met stoepje. Oh mijn god, dat is geen stoep. Met zo een been en zo een been kijken ze elkaar diep in de ogen aan. Hier is echt niks van te begrijpen. Oh, nu moet ik die poses correct krijgen. Help. 1 tegelijkertijd. Dit is heel cute, maar de line art wordt zo moeilijk. Ik ga ze eerst kleding geven. Deze krijgt een t-shirtje, een beetje oversized zo. En dan zo'n super coole broek. En zo'n rokje erop. En beenwarmers. Ik vind het echt grappig hoe ik van dit naar dit ga. Het is mijn superpower. Oké, nog even gezichtsuitdrukkingen. Ja, en een paar pleisters erbij zetten. Ik ga pleisters tekenen in echt in hot pink.
bij de knieën. Als ik aan skaten denk, dan denk ik automatisch aan heel veel vallen. Oké, even stretchen. Hij doet je. Dat zijn dus de eerste drie woorden. Dan is het nu tijd om hem helemaal te gaan veranderen. Want ik ga nog drie ballen eruit halen. En dit is best wel spannend. Want als ik een bal uit die machine haal die zegt woede, zielig. Ik wil niet deze leuke vibe helemaal omgooien. Het is zo schattig. Ik hoop heel erg op kleuren die ik erin kan verwerken. Objecten misschien, dieren. Het is volledig aan de ballenmachine. Maar hey, misschien komt er iets heel leuks uit. Misschien ook niet. Please, geef me iets goeds. Ik geloof in de magie van de ballen. Oké. Oeh, een paarse. Dat kan niet slecht zijn, toch? Let's see. Oké. Help. Wat staat er? Chaotisch! Nu moet ik het chaotisch gaan maken. Het is niet verschrikkelijk. Het kon erger. Maar ik moet er nog twee ballen uithalen. Oké, hier kan ik nog mee werken. Next. Een rode. Yes! Nice! Een kleur. En paars ook nog. Dankjewel, Tess. Oh, dit gaat nog goed komen, denk ik. De laatste. Please, als je het nu verpest, hè. Als je het nu verpest, ik zweer. Ik zweer. Een groene. Alsof de kleur uitmaakt. Trommelgeroffel. Wordt de tekening verpest met de laatste bal. Waarom is dit zo eng? Wat staat er? Konijn! Yeah! Oké. Wat als ik daar konijnenoortjes geef? Oh, dat is te schattig. Dus, chaotisch. Ik ga de achtergrond hartstikke chaotisch maken. Want, you know, gay panic. En ik ga paars in haar kleding verwerken. En konijn, ja, ik wil gewoon konijnenoortjes geven. Ah, zo schattig. Oké, dat lijkt meer op ezeloren. Wacht even. Ze zijn fluffy. Ja. Ik ga deze line art opschonen. Ik ga ze inkleuren. En wanneer mijn karakters er helemaal netjes uitzien, dan kom ik bij jullie terug om de achtergrond te maken. Tijd om de chaos te tekenen. De achtergrond. Dus ik dacht, ik ga het een beetje like trippy maken met allemaal sterretjes en hartjes. Alle lagen uitzetten. Moment. Achtergrondtijd. Sterretjes! En zo is echt super bright gekleurd zijn allemaal. Oké. Oké, kan ik de rest nu opvullen met iets oranje? Oké, wacht. Terug naar het paars. Zo ga ik het doen. Oké. Nu kom ik ergens. Opvullen verder.
Dat is best wel chaotisch. Weet je wat het nog chaotischer zou maken? Felgroen. Ik kan gewoon de achtergrondkleur groen maken. Nee, ik vind het niks. Oranje. Ja. Oké. Okay. Bom. Ik ga ze een wit lijntje geven dat om ze heen gaat. Dit is heel confusing. Nog een handtekening. Klaar. Ze zijn zo schattig. En het is pas 1 uur 's nachts. Alright, de tekening is af. En ik vind hem echt heel leuk geworden. Alle woorden die ik uit de automaat heb gepakt zitten erin. En ze zijn eigenlijk heel erg handig geweest. Want je wordt geforceerd om met een scenario te komen. Volgens mij heb ik best wel geluk gehad met deze briefjes. Want ik kon ze best wel makkelijk met elkaar combineren. Alright, ik ga de woorden weer langs. En we kunnen tegelijkertijd naar de tekening kijken. Dus happy. Ja, check. Dat zit erin. Het is zeker happy. Pleisters. Spreken voor zich. Ik vind het ook heel leuk dat ze fel roze zijn. En romantiek. Spreekt ook best wel voor zich. Dan, midden in de schets had ik nog getrokken. Chaotisch. Nou, die achtergrond is echt wel chaotisch. Paars. Dat zit in de rolschaatsen. Het jurkje. En in de achtergrond ook zelfs. Wie had dat verwacht? Dat ik paars in mijn tekening zou zetten. En de laatste is konijn. En die klopt ook, want ik heb er konijnenoortjes in gezet. Ik was van tevoren echt bang dat ik hele tegenstrijdige dingen zou hebben. Maar ik heb gewoon romantiek, chaotisch en happy met elkaar gecombineerd. En die ballenautomaat is ook leuk in mijn achtergrond hier. Alleen kan ik hem niet een vast ding in mijn achtergrond maken, want hij staat op een karretje dat ik gebruik. Maar alsnog leuk voor de video. Ik vond het ook echt een hele leuke challenge. Ik heb er zin in om meer te doen met dat ding. Ik vind hem echt fantastisch. Vond je deze video leuk? Geef dan eventjes een duimpje omhoog. Heel erg bedankt iedereen die een suggestie heeft achtergelaten op mijn Instagram. Ik heb echt enorm veel reacties gekregen. Terwijl ik er maar iets van 50 uit kon kiezen. Ik zeg maar 50, alsof dat weinig is. Maar vergeleken met alle woorden die binnen zijn gekomen, is dat heel weinig. Voor als je de tekening wilt downloaden, ik heb een link in de beschrijving gezet. Die je doorleidt naar een NFT en daar mag je hem kopen voor 4000 euro. Nee, grapje. Ik heb geen idee hoe dat werkt überhaupt. Werkt dat zo? Nee, maar ja, je kan hem dus downloaden in de beschrijving. Volg op mijn live kanaal, mijn social media en check mijn merchandise en mijn website. Alle links staan in de beschrijving onder deze video. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!